Londen stond gisteren in het teken van de Brit Awards. Veel celebrities als Robbie Williams, Katy Perry en Ed Sheeran stonden op het podium. Laten we even kijken hoe het eruit zag in Engeland. Thank you so much for this Global Success Award. It means the world to me. I'm honored, I'm grateful to have won Best International Male. This is probably the most important award to me that I could possibly win. Bij mij in de studio Patricia Wesseling. Patricia, wat een enorm spektakel. Ja, de Brits of de Brit Awards is in Engeland echt het showbiz evenement van het jaar bijna. En daar wil iedereen bij aanwezig zijn. Er worden natuurlijk ook prijzen uitgereikt. Zoals je zag, Drake won wat, Adele won er één. Ja. David Bowie won er postuum 2. One Direction won weer wat. Maar dit is echt gewoon het evenement waar je bij moet zijn. En onze eigen Duitse Kroes was er ook bij. Die maakte haar eigen filmpje. Yeah, yeah. It's like we're going skiing. This is how we go to the Brit Awards. Oh! Oh my god. Can we close it though? Yeah, we're it in the little closes automatically. Towards my snowboard. Oh, hey, oh my god. And before the barriers, is this fear of being used? I should go back to being lonely. Too much. Duits had het naar de zin. Ja, die ging helemaal los. Maar ja. Ze zat ook heel goed, zeg je. Ze heel dicht bij het podium. Ja, Ed Sheeran, leuker wordt het niet. Hij trad op met zijn beste vriend, de hiphopper Stormzy. Ja. Onwijs leuk, goed optreden. Maar was natuurlijk ook een eerbetoon aan George Michael. Ja, hoe was dat? Ja, heel emotioneel. Het werd eerst zijn bandleden, Pepsi en Shirley en Andrew Ritchie. Die gaven een hele emotionele toespraak. Er werd ook een traantje weggepinkt. En dat werd gevolgd met een optreden van Chris Martin. En in tegenstelling tot Adele bij de Grammys ging dit wel in één keer goed. Ja. En hij haperde in het begin misschien wel een beetje. Maar op een gegeven moment wordt zijn nummer wordt een duet met George Michael op de achtergrond. Het is echt prachtig. Het is echt een kippenvelmoment. Echt heel erg mooi. Dat is heel mooi. Ja. Er waren trouwens ook twee zussen. George's en twee zussen zaten ook in het publiek. Wat natuurlijk ook allemaal wat meer beladen maakte. Dan had je Katy Perry. Ja, die, ja. Die heeft die staat ook bekend om haar strakke choreografietjes altijd. Haar dansers waren nu helemaal verkleed als huisjes. Leuk, en, ja. Leuk, maar het ging niet helemaal goed. Je moet maar even kijken. Ja, dan ben je verkleed als huis. Dat moet dan al. En dan gebeurt dit. Ja. Dat ga je er nog vanaf ook. Ja. Nou ja, de Brits zou natuurlijk niet compleet zijn zonder een beetje seks, drugs en rock'n'roll. Ja. Dus op Twitter ging een filmpje rond van de band 1975. Die kregen ook nog een onderscheiding en die zaten een beetje te blowen onder de tafel. En er was ook een tafel waar een beetje een witte substantie op te zien was. En het was geen Dash 2 in 1? Ik denk het niet, Mark, nee. Maar ook daar hebben we trouwens een filmpje van. Oké. Okay. Ja, het was een wilde avond. En zo hoort het ook bij de Brits.